Hey jongens, kijk eens hier. En dan heb ik het niet over Niels. Nee, maar ik schrijf mezelf even weg. De Smokefire. Yes. Die is hier bezorgd. En we gaan hem unboxen, zoals dat zo mooi heet. Dus we gaan hem in elkaar zetten, laten zien wat erin zit. We nemen jullie mee. Die jongen, die kan zo goed bouwen. Die zie je al. Het spiraalvormige... Ja, wat is het? Een spiraal dat zorgt dat die pellets dus naar voren worden gehaald. En die vallen dan hierin, gloeiend. Nou jongens. Zo zet je dus de Smokefire in elkaar. Piece of cake. En nu gaan we denk ik even laten zien wat er, nieuw of ja, wat. Ja, laat even kort. Wat zijn de features? Wat zijn de features? Niels, weet jij? Neem ons mee. We beginnen aan de achterkant van de Smokefire. En dan zie je een best wel behoorlijk reservoir zitten waar je pellets in kan doen. Dus eigenlijk je rookhout of je brandstof. Hier past 9 kilo in. En als je ook heel goed kijkt, aan de achterkant zie je de aandrijving zeg maar, waarmee de pellets naar de binnenkant van het barbecue worden getransporteerd. Daarnaast het WB Connect systeem, waardoor je eigenlijk wifi gestuurd jouw barbecue kan besturen, je temperatuur kan regelen. Daarachter zit ook nog een hele database aan verschillende receptbereidingen. Komen we allemaal nog op terug. Ja, en nu gaan we naar de binnenkant. Nou, zoals je ziet heb je twee grilloppervlakken, hoog en laag, hè, voor wat lagere temperatuur en wat directere temperatuur. Hier binnenin zit ook het welbekende GBS systeem. Dus je pizzasteen, je wok, je plancha van je Masters Premium kan je gewoon gebruiken. En van de overige GBS accessoires. Ja, en... hier zitten dus van die mooie Flavorizer bars in. Misschien kun je ze goed zien? Ja, ik zou er even eentje uit. En waar zijn die voor? Deze worden loeiheet. En wat je dan krijgt, als je bijvoorbeeld je vlees of je kip hebt en het vet, dat smelt hierop, dan komt die typische rook- en grillsmaak, ja, die krijg je dan. En dat is waanzinnig lekker. Dus ja, dat is de binnenkant. En hier kan je dus ook je haken in ophangen om spiezen te doen. Ja, dat is echt super. Onderin vinden we nog de lekbak, waarin je herbruikbaar aluminium kaartjes in kan doen. Waar al het vet van je producten in stroomt. Kun je even nog wegschrapen met het schrapertje wat bijgeleverd wordt. En eventueel wat asvorming van je pellets. En we hebben gehoord dat dat niet heel veel is, maar we weten het niet zeker. Dus dat gaan we zien. Ja, en wat de Smokefire natuurlijk kenmerkt, is dat die op stroom werkt. Huh? Deze doe je in de stopcontact. En de ontbranding gebeurt dan via elektriciteit. Maar ja, je gebruikt wel pellets. Dus je bent op hout aan het barbecuen. Dus ja, wellicht is dit wel de nieuwe vorm van duurzaam barbecuen. We gaan het zien. Dit is hem dan, de Weber EX4. En wij kunnen uiteraard niet wachten totdat we hiermee aan de slag kunnen gaan. Dus lekkere low en slow gerechten, maar ook high en fast. Ze zeggen het, we gaan het zien. Vond je dit nou ook een leuke video? Abonneer dan op ons kanaal. Geef een duimpje omhoog. En mocht je nog extra vragen hebben over hoe je het in elkaar zet, hoe je hem gebruikt, laat ons weten hieronder in de opmerkingen. En vergeet het niet, don't skip barbecue day.